Dus overal is het een hele mooie winkelstraat geworden. Breda Nu. Je weet het meteen. Woensdag 27 februari werden de Wilhelminastraat en Baronielaan officieel geopend. In de Wilhelminastraat werd de laatste steen gelegd onder het genot van een glaasje bubbels. Wij waren erbij. Welkom bij de officiële heropening na de reconstructie van de Wilhelminastraat. Hier in het winkelgebied Oranje-Zuid. Uiteindelijk het resultaat mag er zijn, want dit is echt een winkelstraat met allure geworden. Het was altijd al een hele mooie straat, maar als je kijkt hoe het er nu uitziet, hoe het nu is ingericht en hoe het nu is opgeknapt, ik denk dat jullie er als bewoners en ondernemers alleen maar ontzettend veel plezier van gaan hebben. Vandaag hebben wij hier de straat officieel geopend. Deze straat heeft een tijdje open gelegen. Die is helemaal aangepakt om hem helemaal te verbeteren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dus er is rekening gehouden met klimaat, er is meer groen gekomen. We hebben in plaats van asfalt hebben we hier nu klinkers, wat natuurlijk ook beter het water opneemt. En het beeld is verbeterd. Ik heb belangstelling voor deze mooie straat en daarom ben ik hier voor de opening, want het ziet er fantastisch uit. Er is ook iets gedaan aan de parkeerplekken die hier zijn. Dus overal is het een hele mooie winkelstraat geworden, gemoderniseerd, gereviseerd, maar ook aangepast op de klimaatveranderingen. Het heeft een hele mooi winkelgebied, echt prachtige zaken. Na de legging van deze steen werd er symbolisch een boom geplant in de Baronielaan. We hebben het afgelopen jaar een heel traject gehad van uitvoering. Er zijn nog allerlei tussentijdse vergaderingen geweest. We hebben de puntjes op de i gezet. Maar de grote lijnen waren natuurlijk vastgesteld. En wat vindt u van het resultaat? Het is een mooi resultaat geworden. En het moet uiteraard nog uitgroeien. Maar het ziet er echt bijzonder goed uit allemaal. Tussentijds hebben wij bewonersavonden in het stadskantoor gehad om mensen op de hoogte te stellen van de voortgang. En dan waren er ook mensen die nog dingen konden aangeven. En verder wisten ze natuurlijk ook de projectleider bij de gemeente te vinden. Dus ik ben voor jullie heel blij, maar ik ben voor Breda ook heel blij. Want dit draagt voor ons allemaal bij aan deze mooie stad. Goede workout dit, Breda Nu. Je weet het meteen.